Ayahuasca kan je niet zomaar gebruiken. Nu bereiden we ons natuurlijk altijd goed voor op drugslab-video's. Maar bij ayahuasca komt nog net wat meer kijken. Ja, zo moeten we ons aan een streng dieet houden. Mogen we dagen van tevoren geen seks hebben. En het belangrijkste is misschien wel dat we bepaalde medicijnen niet mogen slikken. Ja, en iemand die hier ons heel veel over kan vertellen is Gita. Zij is ervaringsdeskundige op het gebied van ayahuasca. Ze heeft veel samengewerkt met shamanen en is in het Amazonegebied geweest. En ze heeft ook heel veel onderzoek gedaan. Hoi Gita, super fijn dat je met ons wil praten en over ayahuasca wil vertellen. En wij vinden het best wel spannend, maar zien het ook echt wel als een hele bijzondere en mooie ervaring. Maar kan je ons vertellen wat ayahuasca precies is? Ja. Het is een brouwsel uit de Amazone, gemaakt van twee planten, een liaan en een bladeren. En die twee samen die vormen ayahuasca. In het ene zit DMT, geestverruimend middel, en in het andere zit de maalremmer. En die twee die hebben elkaar nodig om de werking te kunnen krijgen. Het wordt al vele duizenden jaren in de Amazone gebruikt. Het is het meest bijzondere, belangrijkste medicijn van de inheemse bevolking daar. We noemen het een medicijn omdat het echt gebruikt wordt om te genezen, om te helen. Op geen enkele manier is het bedoeld om recreatief lekker te gaan trippen. Het woord trippen, dat zeggen we ook sowieso echt niet. Het is allemaal heel onerbiedig. Ayahuasca gebruik je nooit op een feestje. Never! Oh nee, please don't. Als je het hebt over ayahuasca, je gaat aan jezelf werken en het is echt werk. Het kan heel zwaar zijn. Fysiek, je moet misschien door allerlei heftige pijn heen, mentaal. En je moet je angst in de ogen kijken. Ik noemde nu de zware dingen. Het kan ook een prachtige, mooie... Waarom willen mensen ayahuasca drinken? Want dit klinkt heel... De meeste mensen voelen echt heel duidelijk een soort calling. Die horen van ayahuasca en die voelen van, hier ben ik in geïnteresseerd, weet je. Dus be prepared als je dit pad aangaat. Je kunt zo'n to-do-lijst krijgen. En er zitten, kunnen pittige dingen bij zitten. Misschien moet je wel van vriendengroep veranderen of van baan veranderen. Of beter voor jezelf gaan zorgen. En dat kan dus heel positief uitpakken. Het kan ook negatief uitpakken als je opeens, je kunt boos worden. Als je ouders je hele leven iets hebben verteld en je echt komt erachter dat je er eigenlijk helemaal niet meer resoneert. Dan kun je boos worden op je ouders bijvoorbeeld. Je gaat een hele intieme band aan met ayahuasca. Die is voor iedereen verschillend. Maar het is dus niet alleen maar voor mensen die echt met een probleem zitten van ik ben depressief niet. Of ik ben, helemaal niet. Ziek. Voor wie is het dan wel en voor wie is het dan niet geschikt? Alleen jij hebt daar je antwoord op, ga naar binnen. Het is een innerlijke calling. Voel heel duidelijk bij van jezelf, roept dit medicijn mij? Of is het misschien, weet je, meedoen met de hype, peer pressure? Misschien heb je vrienden die jou zeggen, kom dan mee. Allemaal de wrong reasons. Echt alleen maar als je het zelf voelt, plus dat je er klaar voor bent. Want soms voel je al, ik wil dit, maar het kan misschien wel 1, 2, 3, 10 jaar duren voordat je voelt van, nu is het juiste moment. Je zult zien dat jullie alle drie waarschijnlijk met hele andere verhalen naar buiten komen. Echt, ik raad je aan, heb geen verwachtingen. Iedereen heeft natuurlijk fantastische verhalen gehoord. Het is zo moeilijk. Je hoopt natuurlijk op spectaculaire visioenen en prachtige dingen. Misschien krijg je dat helemaal niet. Er zijn mensen die ervaren helemaal niks. Je kunt wel naar de wc moeten. Sommige mensen krijgen diarree. Andere mensen moeten gapen. Sommige mensen moeten huilen. Het kan ook gepaard gaan met kotsen. Soms zie je wat je overgeeft. Bijvoorbeeld als je altijd negatieve gedachtenpatronen hebt. En je ziet het gewoon van, shit man, ik heb dit en je gooit het gewoon uit. En je bent van verlost. Of judgments. En in wat voor setting gaan we dat doen? Ja, ik spreek natuurlijk vanuit mijn eigen ervaring. En ik heb eigenlijk altijd alleen maar met shamanen gewerkt. En een shamaan is degene in de community, is een soort brug tussen ons, de menselijke wereld en de onzichtbare wereld. En doet die shamaan ook mee met de ceremonie of staat hij er echt buiten als een soort... Ik moet wel zeggen, er zijn heel veel verschillende stammen in de Amazone. En die hebben allemaal hun eigen rituelen, die hebben allemaal hun eigen lineage. Dus helemaal afhankelijk van de shamaan met wie je gaat werken, zul je een bepaald ritueel krijgen. In Peru is het heel anders dan in Colombia, is het weer heel anders in Bolivia. En onderling hebben die stammen ook weer allemaal verschillen. Hoe bereid je je nou het beste voor op de ceremonie? Je krijgt richtlijnen, er zijn voedinglijsten. Want bepaalde voeding gaat niet goed samen, die zorgen voor misselijkheid en hoofdpijn, dat soort dingen. Zwangerschap gaat niet samen, bepaalde hartklachten gaan niet samen. Geestelijk, je moet stabiel zijn. Dus als je psychotisch bent aangelegd of het zit in je familie of bipolariteit, dat soort dingen. Really dangerous, don't do it. Dan zijn er een aantal hele simpele contradicties. Ayahuasca gaat absoluut niet samen met maalremmers. Dat zit in bepaalde medicijnen. Je wil zo rustig mogelijk, met een zo rustig mogelijk lichaam en geest de ceremonie in. Zodat je zo ontvankelijk mogelijk bent voor wat er komen gaat. Dus geen seksuele handelingen de dagen voorafgaand aan de ceremonie. Ook niet masturberen. Het wordt al een soort rollercoaster. Hoe zit het na de ceremonie? Is het dagen daarna? Ja, dankjewel dat je het vraagt, want het is een hele belangrijke. De dagen, de weken, de jaren daarna. Je krijgt, wat ik net al zei, heel veel inzichten, heel veel lessen, heel veel dingen. Ik raad altijd aan, schrijf het op. Neem de dag naar de tijd om het op te schrijven, zodat je het terug kan lezen. Want de kracht van de ceremonie zit hem erin.
dat je die dingen gaat integreren in je leven. Je emoties zijn extreem uitvergroot. Je weet, je staat wagenwijd open. En dat duurt nog een paar dagen. Dus dat, je kunt heel boos zijn of je kunt super verliefd zijn. Of je weet, alles is heel erg groot. Dus ga vooral geen... ga niet de liefde verklaren aan iemand of een confrontatie aan, whatever. Of je baan opzeggen, je ex bellen. Weet je, even misschien een beetje gronden. Maar het is wel zo meestal dat mensen er wel... prettiger uiteindelijk uitkomen. Ja, maar dat uiteindelijk kan dus een lange, kan een lange reis zijn. Het is not a magic pill, it's not a quick fix. Het kan misschien wel jaren duren voordat iemand helemaal daar is waar die moet zijn. Ja. Tenminste, als ik voor mezelf spreek, denk ik wel dat ik er echt klaar voor ben. Dus ja, en heel benieuwd ook naar wat het gaat brengen. Ja, heb vertrouwen. Surrender to the plans. Ik wens jullie een hele mooie reis. Ik hoop dat jullie heel veel goeds gaan brengen. Dankjewel. Ja, nu hebben we nog een paar dagen. Ja. Ik denk dat we ons maar hard gaan storten op de voorbereidingen. Ja. En dan overgeven. Ja. Kunnen we. Yes. Ja, overgeven. Spannend. Het is vandaag maandag en donderdag is de ayahuasca-ceremonie. En ik vind het echt vet spannend. Ik ben natuurlijk al een tijdje bezig met alles voorbereiden. En ik ben ook al, denk ik, sinds een week bezig met let op wat ik eet. Want we hebben een super uitgebreide lijst gekregen waarin alles staat wat je eigenlijk niet mag eten. Als ik dat goed doe, dan ga je ook met word je minder misselijk tijdens de ceremonie. Ik heb besloten om een soepje te maken. Ik heb nog allemaal broccoli. Broccoli, bloemkool, hummus, avocado. Ja joh, helemaal gezond dit. Niks drugslab, healthy lab, alles. Zoals je waarschijnlijk al zien, zie je dat ik net wakker ben. Ik ben ook echt best wel brak. Want ik ben gisteren al naar een festival geweest. Ik had eigenlijk eerder moeten beginnen met het grote dieet. Alleen ja, dit stond al heel lang, dus ik moest hier gewoon heen. En 3 dagen van tevoren beginnen was ook goed. Dus ik ga vandaag beginnen met het dieet. En ja, ik vind het moeilijk, want ik mag heel veel dingen niet eten. En ik vind dat toch wel een beetje lastig. Ik ga een beetje groentes in zo'n rijstwrap doen. Ik zat echt een uur in de supermarkt om uit te vogelen. En bij alles was het echt zo, oké, dit is lekker. Oh nee, dat mag niet. Ik ben dus al een uur aan het scrollen op vegan recepten. Dat is best oké. Alleen dan kijk ik ook nog eens naar het lijstje wat wij niet mogen. En dan mag ik toch wel weer veel andere dingen niet. Ik zat even te kijken, want ik eet 's ochtends meestal bruin brood. En pindakaas. Alleen dat mag ik volgens mij dus ook niet, want ik mag ook geen noten. Moet ik ook maar wat anders verkopen dan? Nee, helaas nog niet. Het is woensdag vandaag. Dus nog 1 dag tot de ceremonie. En ik vind het vet spannend. Maar ik heb wel nu al 3 dagen of zo dat ik elke dag wakker word 10 minuten voor mijn wekker. Terwijl ik normaal echt niet uit mezelf vroeg wakker word. Ik probeer mezelf gewoon thuis te houden, geen gekke dingen te doen. Gisteren nog, gisteravond, met mijn huisgenootje yoga gedaan. Lekker gemediteerd. Dus ik denk dat ik wel in de zone ben qua voorbereidingen, want ik voel me gewoon fris en helder. Ik word er ook af en toe een beetje zenuwachtig van of zo, omdat ik dan toch allemaal verwachtingen ga creëren in mijn hoofd. Ja, en ik switch ook steeds soort van verwachtingen, want het ene moment denk ik, oké, ik ga er gewoon blanco in. Het andere moment denk ik wel van, oh, ik ga God ontmoeten en ik ga achter de waarheid van het leven komen. En ik ben een beetje bang, want als ik er zoveel van verwacht de hele tijd, en ik leef er ook best wel lang al naartoe, dat het misschien toch heel erg gaat tegenvallen. Ik heb er al zoveel over gehoord, over gelezen. Fantastische verhalen. Ik merk ook dat ik ook aan de ene kant denk ik, ja, wat je zegt over de spirit en jezelf healen. En ik geloof echt heel erg daarin. Anderzijds merk ik ook iets dat een soort van nuchter in me zegt, nou, jeetje, heftig allemaal. En gaat dit me wel brengen wat ik wil? Of gaat het me überhaupt iets brengen? Of is het niet veel te heftig? Maar het is wel goed om even in ieder geval heel bewust bezig te zijn met eten en zo. Dat doe ik eigenlijk altijd wel. Ook wel, ik ben ook wel heel lief voor mezelf dat ik ook wel weer alles mag. Ik vind het spannend, maar ik heb wel erg zin in. Ik ben benieuwd wat het me gaat brengen. Ik ga nu lekker slapen, zodat ik morgen fit ben.
En dan gaan we ervoor. Ik heb er zin in. Yes.